Ja, we gaan het hebben over Per Schuurs, want die is op weg naar de Premier League. En nu is het tijd voor Transfer Talk. Ja, ik ga het erover hebben met onze expert buitenlands voetbal natuurlijk, Süleyman Öztürk. Toto Sport meldt dat Per Schuurs al afscheid heeft genomen bij Torino. En op weg is naar de Premier League, Sully. Liverpool lijkt de grootste kanshebber te zijn. Ja. Ben je verrast? Als je het me nu vraagt, niet. Maar als je het me een half jaar geleden of een jaar geleden had gevraagd, wel natuurlijk. Als je ziet waar hij vandaan komt en welke stap hij heeft gezet. Hij heeft natuurlijk wel een enorme ontwikkeling doorgemaakt. En we hebben het er een paar maanden geleden over gehad, hè, over de ontwikkeling van Per Schuurs. En ik vind dat hij op een aantal vlakken echt spectaculair is verbeterd bij Torino. En dat de interesse los is gekomen van een aantal Premier League clubs. En ook Napoli die natuurlijk op het oog heeft. Ja, dat verbaast mij nu niet. Verbaast het jou wel dat hij ongeveer evenveel waard is als Jurrien Timber, die van Ajax naar Arsenal gaat voor 40, 45 miljoen ongeveer? Nee, dat verbaast me ook niet. Maar het is natuurlijk wel gek als je kijkt waar hij vandaan komt en waar Jurrien Timber vandaan komt. Omdat natuurlijk rondom Jurrien Timber een hele hype is ontstaan. Hij is ook basisspeler geworden in Oranje. Heeft daar een hele goede periode gehad. En Per Schuurs is vertrokken naar Torino en in de Serie A eigenlijk opnieuw beginnen. En dan een zomer later zijn ze allebei ongeveer evenveel waard. Ja, dat is natuurlijk wel vreemd als je daarover gaat nadenken. Maar als je gaat kijken naar de kwaliteiten van beide spelers, de ontwikkeling die ze hebben doorgemaakt. Jurrien Timber is eigenlijk stil blijven staan in zijn ontwikkeling bij Ajax afgelopen seizoen. En Per Schuurs heeft enorme stappen gezet bij Torino. Dus ja, dan verbaast het mij weer niet. En het heeft ook te maken met de interesse uit een bepaald land. En als Premier League clubs zich melden, dan leggen ze de eerste 20 miljoen gratis op tafel. Die krijg je er gewoon gratis bij. Dus dan verbaast het mij niet dat ze op 40 miljoen kunnen uitkomen. Door Torino heeft een paar maanden geleden al gezegd, hij is voor minder dan 50 miljoen niet te koop. Een beetje bluf. Maar als je gaat kijken naar zijn wedstrijden, zijn ontwikkeling en de kwaliteiten die hij had en heeft en waarin hij echt beter is geworden aantoonbaar. Dan kom je op een gegeven moment uit bij een vrij jonge jongen nog. Hè? Ik bedoel, hij is ook nog onder de 24, dus met een aantal jaar voor zich ook nog. Gewoon een zeer interessante speler. Waarom is het er bij Ajax dan niet helemaal uitgekomen? Heeft Ajax hem dan ook te vroeg laten gaan? Of welke conclusie moet je daaraan verbinden? Ja, kijk, het ontwikkeling van talent, dat zie je bij heel veel clubs. Ik bedoel, Tijani Reinders is daar een enorm goed voorbeeld van. Dat hebben we ook kunnen zien bij AZ. Die daar 4 jaar achter Mitchell en Koopmans op de bank heeft gezeten. Die krijgt dan een kans. En ontwikkelt zich dan heel snel. Per Schuurs bij Ajax. Altijd twijfel geweest of hij wel kan spelen met de ruimte in zijn rug. Of hij wel snel genoeg is. Of hij de duelkracht heeft om een echte nummer 9 uit te schakelen. Daar waren twijfels over. Hij heeft natuurlijk geweldige voetballende vermogen. Daar staat hij bekend om. En ook het feit dat hij wel eens het middenveld wil indribbelen of richting de spits wil opstomen met de bal aan de voet. Maar hij heeft nu bij Torino ook geleerd om te verdedigen. Ik heb hem wedstrijden zien spelen tegen grote spitsen in topwedstrijden. En dat hij de taak had om een nummer 9 te schaduwen tot ver over de middenlijn. En dat deed hij dan perfect. Maar hij is natuurlijk ook nog steeds te betrappen op momenten dat je denkt, ja, daar ligt zijn zwakke punt in de duelkracht met echt sterke jongens. Ik bedoel, daar heeft hij afgelopen seizoen ook momenten van gehad. Niet goed ingrepen, dat hij zich liet afbluffen in een duel. Dus de stap van Per Schuurs naar de Premier League en als we het hebben over Liverpool, dat is nog wel een enorme stap. Het is niet zo dat hij nu ready is om daar naast Van Dijk al die wedstrijden te gaan spelen. Maar het is een jonge jongen en ik denk ook dat hij dan wordt gehaald met het oog op ontwikkeling en beter worden en voor de toekomst. Adviseer je hem dan wel een club als Liverpool of zou een tussenstap à la West Ham United, Crystal Palace wordt genoemd, beter vinden? Nou, ik zou nooit naar Crystal Palace gaan en zeker niet op dit moment. Ik bedoel, Roy Hodgson is daar trainer, die is op leeftijd en die denkt dat zijn laatste seizoen ingaat. Daar gaat wel weer veel veranderen en hij moet wel, en dat is wel dit seizoen gebleken bij Torino, want misschien dat niet heel veel mensen dat weten of niet iedereen dat weet. Maar Torino heeft een trainer, Juric, die echt uitgaat van voetbal. En speelde met een driemansdefensie. En hij werd daar ook echt aangesproken op zijn kwaliteiten. Hij kon bij Torino
van achteruit met van die laserpases het spel maken. En daarnaast heeft hij zich op andere vlakken kunnen ontwikkelen. Maar het spel van Torino was wel echt hem op het lijf geschreven, omdat hij daar aangesproken werd op zijn kwaliteiten. Dus als je een transfer maakt, dan moet je wel goed nadenken wie is de trainer, wat verlangt die trainer van mij. Nou moet ik wel zeggen dat in de Premier League dat ze tegenwoordig wel de scouting goed op orde hebben. Dat ze wel weten wie ze met Per Schuurs in huis halen. Maar West Ham United, ik noem een club, hebben ze gezien natuurlijk in de finale. Een Europese finale die ze gewonnen hebben van Sevilla. Dat was niet... Fiorentina. Ja, precies, tegen Fiorentina. Het was niet het voetbal dat we in Nederland gewend zijn. Dat is vechtvoetbal en dan mag je ballen wegschieten. Ja, daar past Per Schuurs minder goed bij. Maar de interesse van Liverpool, die natuurlijk al veel langer bestaande is. Ik bedoel, hij heeft al bij Liverpool rondgelopen, hè, als 17-jarige stage. Dus ze volgen hem al veel langere tijd. Maar als je ziet welke ontwikkeling Liverpool nu gaat doormaken de komende tijd. Met Trent Alexander-Arnold die als rechtsback op het middenveld komt te spelen. Dan spelen ze eigenlijk ook met een soort van driemansdefensie. En dan is het wel logisch dat je bij Per Schuurs uitkomt die in een driemansdefensie heeft gevoetbald. Die van achteruit de opbouw kan verzorgen. Die in duelkracht nog het een en ander te winnen heeft. Maar daarin wel heeft laten zien afgelopen jaar dat hij een enorme ontwikkeling door heeft gemaakt. Dus het is een veel betere speler dan een jaar geleden. En daarom verbaast mij die transfersom niet. Maar het is natuurlijk wel heel veel geld. Het is belachelijk veel geld. 40 miljoen voor Per Schuurs. En ik begrijp wel dat als je... een jaar lang in de arena hebt gezeten, je hebt lekker naar Ajax zitten kijken en je zit nu aan het zwembad in Benidorm of Mallorca of in Italië lekker en je pakt dan een krantje of je opent de VI app en je leest dat Per Schuurs 40 miljoen euro waard is, dat je dan dan stik je even in je mojito. Dat je dan eventjes dat je dan in je stukje kip stikt of zo of in je mojito zoals jij zegt, omdat je dan, ja, dat is wel even schrikken, want ik denk van wat is er in godsnaam met Per Schuurs gebeurd. Hij heeft zich ontwikkeld bij Torino, zoals heel veel spelers zich elk jaar willen ontwikkelen. Maar je ziet het nog niet voor je dat hij naast Van Dijk staat bij Liverpool? Nee, op dit moment niet. Maar je ziet ook dat Sven Botman met Newcastle United, daar links het al in de achterhoed, wel vrij snel 2 maanden nodig had om zich daar in de basis te spelen. Niet eens 2 maanden. En nu is hij niet weg te denken uit die defensie daar bij Newcastle United, dat gewoon Champions League speelt komend seizoen. Kijk, Liverpool en Klopp, die wil heel graag nog een centrale verdediger erbij. En dat begrijp ik heel goed. En dan is het natuurlijk wel aantrekkelijk. Zeker als je er eentje neemt als extra in de defensie. Dat je een jonge neemt die bepaalde kwaliteit heeft, die zich nog kan ontwikkelen. En die van achteruit het spel beter kan maken. Ja, dan begrijp ik wel dat je bij Per Schuurs uit kan komen. Want ja, een club als Liverpool bekijkt natuurlijk ook gewoon de laatste wedstrijden bij Torino en de ontwikkeling die hij heeft doorgemaakt. En die heeft hij wel degelijk bij Torino. Maar ja, 40 miljoen, dat is even schrikken, zoals we net al zeiden. Misschien leuk als onze kijkers even in de comments laten weten of ze 40 miljoen ook te gek vinden voor Per Schuurs en wat eigenlijk de beste club voor hem is. Of ze hem liever bij Liverpool zien of bij een club als West Ham United. Jij hebt een aantal weken geleden, een aantal maanden geleden, met Jarno van Wij in het elftal van de week een uitgebreide analyse opgenomen. Natuurlijk over Per Schuurs. Waarom moeten de mensen dat even terug gaan kijken? Omdat dit natuurlijk allemaal al voorspeld is. dus eigenlijk is deze video totaal onzinnig. Omdat we al een paar maanden geleden hebben geconcludeerd dat Per Schuurs goed bezig is. En dat het mij en Jarno niet zou verbazen als er clubs zijn die denken, goh, deze jongen die maakt een interessante ontwikkeling door. En ja, dat blijkt nu wel als je ziet welke clubs er allemaal hebben geïnformeerd en informeren. We hebben net, je noemde net een aantal clubs uit de Premier League, maar dat het Napoli ook bij hem uitgekomen is natuurlijk ook wel, het zegt ook wel wat over zijn kwaliteiten. Die dreigen natuurlijk Minjai Kim te verliezen aan Bayern München. Als jij dan als een van de opvolgers wordt gezien, dan is dat een enorm compliment voor de ontwikkeling die je hebt doorgemaakt. Maar het is wel, wat mij het meest verbaast is, dat hoe snel het kan gaan met jongens die toch, in dit geval dan bij Ajax weggaan. Botman geldt natuurlijk ook voor via Lille. En Per Schuurs ook binnen een jaar, Torino. Je krijgt veel speeltijd, want hij heeft de 30 wedstrijden in de Serie A in de basis gestaan, als ik het goed heb. Hij heeft heel snel geleerd, een beetje vertrouwen, een trainer die, 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 die,
die dingen van hem vragen waar je goed in bent. En ondertussen krijg je ook de tijd om je te ontwikkelen. Ja, dan kan het snel gaan. En het is een leergierige jongen, het is een intelligente jongen. Die al heel jong natuurlijk in het profwereldje stapte bij Fortuna Sittard. En soms heb je even wat meer tijd nodig. En alleen ja, die tijd is er niet als je in de Champions League een poolfase wil overleven. En je wordt elke fout kan dan afgestraft worden. Ja, dan wordt Per Schuurs aan de kant geschoven. Dat is nou eenmaal in de top zo. En dat zal hij straks, als hij bij Liverpool tekent, ook weer merken. Dat elke fout, dat kan betekenen dat je eventjes op de bank komt te zitten. Maar ja, goed, dat is nou eenmaal hoe het in de top werkt. Maar je ziet dat hij met een beetje vertrouwen en speeltijd een enorme ontwikkeling heeft doorgemaakt. Want de meeste mensen die nu over Per Schuurs praten over de Per Schuurs van een jaar geleden. Maar we moeten praten over de Per Schuurs van 12 juli of 13 juli. Dat is een totaal andere voetballer. En persoonlijkheid ook. Zeker weten. Dankjewel, Sully. Dit was hem. Bedankt dat je even wilde reageren vanuit je rugbank. Ja, vind je het niet? Ik zit nu in een après-ski kelder in Oostenrijk, in Tirol. Vind je die mooi? Ik heb nooit zulke goede verhalen gehoord over kelders in Oostenrijk. Oh. Dus ik weet niet. Nee, je mag wel eens komen kijken hoor. We samen voetbal kijken hier. Oh, gaan we doen. Uitnodiging staat. Met een koude pizza erbij of niet? Nou, koude pizza, wat jij wil. Ik bedoel, je weet dat mijn vrouw ongelooflijk goed kan koken. Dus we kunnen ook. Sparrips, hè? Kan ze goed maken. Michelinster hierboven toveren hoor. Er is ook toe in staat, dus dat maakt niet zoveel uit. Oké, ik ben benieuwd. Nou, Sully, dankjewel. En jongens, jullie natuurlijk bedankt voor het kijken. Doe even een duimpje omhoog. Vergeet niet te abonneren op het YouTube-kanaal van Voetbal International. En dan zien we je graag terug bij de volgende Transfer Talk.